Het zonnetje schijnt weer en het wordt langzaamaan warmer. En dat betekent dat de bijen weer actief op zoek gaan naar nectar om honing te kunnen maken. En omdat de bijen het niet altijd makkelijk hebben, organiseerde de politieke partij ROSA de Blijde Bijenbijeenkomst in Heemtuin in Zaandam. Mariska Schuttevaar, steunfractielid bij ROSA Zaanstad, vertelt waarom deze bijeenkomst juist nu georganiseerd wordt. ROSA heeft de Blijde Bijenbijeenkomst georganiseerd in het kader van de maand april. En april is bijenmaand bij ROSA. En we hebben de hele maand lang middels onze website en Facebook en Twitter mensen geïnformeerd over wat je kunt doen om de bij die het moeilijk heeft te helpen in je tuin met planten, bloemen, insectenhotel bouwen, van alles. Tijdens de bijeenkomst kregen geïnteresseerden een rondleiding van bijendeskundigen en kwamen erachter hoe we de bijen een handje kunnen helpen. Het wordt al jaren niet meer gebruikt, maar als je het laat zien aan iemand, dan weet hij meteen wat het is. Een korf. Imker Flipvalk deelde alle ins en outs van het imkervak. Zet je dat in het raampje? Dat doe je omdat je als imker graag wil dat het mooi dicht zit, want die bijen gaan anders allemaal. En na deze kleine imkercursus kon de menigte een kijkje nemen bij de bijenkasten in de Heemtuin, waar de bijen al hard aan het werk waren. Volgens de imker is het belangrijk om aandacht te besteden aan de bijen, omdat ze meer invloed op ons leven hebben dan we in de eerste instantie zouden denken. Bijen en andere insecten zorgen voor de biodiversiteit. Ze zijn belangrijk bij het bestuiven. Niet alleen van wilde planten, maar je moet ook denken aan fruitteelt bijvoorbeeld. En daarom is het goed als er veel soorten insecten zijn. En je kunt ook zeggen, hoe meer verschillende insecten en planten er zijn, hoe sterker, hoe steviger, hoe dynamischer de natuur is. En uiteindelijk is dat ook voor mensen beter, want een arme natuur, als ik het zo even mag omschrijven, veroorzaakt soms ook ziektes, allerlei andere dingen die ook voor mensen bedreigend kunnen zijn. Pesticiden en een Varroa-mite zijn volgens de imker de grootste bedreigingen voor de bij. Wel een hele belangrijke bedreiging is, dat is de Varroa-mite. Dat is een mijt, een soort spinnetje zou je kunnen zeggen, die in zijn larvenstadium op de larven van de bijen zit. Daar de bijen eigenlijk aanvreten, waardoor hun vleugels bijvoorbeeld aangetast worden en daardoor verzwakt het hele volk. Daarnaast, en dat is meer iets van de laatste jaren, heb je dus het gebruik van insecticiden, een bepaald soort insecticiden. Ik noemde hem daarnet al, de neonicotinoïden, worden vaak als een filmpje al op het zaad aangebracht. Geven hun hele leven, de hele periode dat iets groeit, geeft dat zaad of dat gif, komt dan vrij, wordt afgegeven en wordt ook opgenomen door insecten, ook door insectenetende dieren zoals vogels, die daar uiteindelijk ook weer last van ondervinden. Toch is er ook goed nieuws te melden. Als je naar de cijfers kijkt, die zijn trouwens net beschikbaar gekomen, het gaat dan over bijensterfte. Er is jarenlang een grote sterfte geweest onder de bijenvolken, op sommige plekken meer dan 50%. En dat lijkt nu wat af te nemen. En dat is een goed bericht. Het is er natuurlijk maar één. En wat kunnen we zelf doen om te zorgen dat het nog beter gaat met de bij? Er zijn bijvriendelijke planten, bijvriendelijke bloemen. Kun je ook gewoon online opzoeken. Natuurlijk zoveel mogelijk biologisch tuinieren. Probeer om biologische aarde te gebruiken. Gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Bouw een insectenhotel of koop er een. Zijn heel goedkoop, zijn overal te koop. Dat kun je allemaal doen zelf.